Breiton. Biekman tekende gisteren een contract dat hem vanaf 1 januari voor 1,5 jaar aan Den Bosch bindt. Daarnaast werd Erwin van Iersel, afkomstig uit de eigen jeugdopleiding, voor 3 seizoenen vastgelegd. Van der Laak vrijgespeeld door Beekmans. Van der Laak voor en via Schuiteman terug bij de doelman van de Friese, die denkt dat hij hem niet mag pakken. Maar dit was absoluut geen terugspeelbal. Biadat op Santi Kolk. Kolk opereert vanavond vanaf de rechterkant. Terug naar Biadat. Die heeft ruimte om uit te halen. Bal van richting veranderd op de paal. En Van der Laak dan met de intikker in de 35e minuut. En Van der Laak doet het weer tegen Cambuur. De bal wordt van richting veranderd. En Van der Laak reageert sneller dan Bulsler. Den Bosch op 1-0. Uneke op Van der Laak. In een tot nu toe matige eerste helft. Van der Laak met alle ruimte. Van der Ouweland sluipt daar tussen de linies door en passeert Geert de Vries in de korte hoek. En 1 minuut na de 1-0 is het 2-0 voor de ploeg uit Den Bosch. Niemand merkt die kleine middenvelder op. En dan passeert hij de doelman van Cambuur slim in de korte hoek. Biekman, Van der Ouweland, Jansen. Dit gaat makkelijk voor Den Bosch. Van der Ouweland wordt naar beneden getrokken door Van Steeg. Op het moment dat hij wilde uithalen, penalty, zegt scheidsrechter Goede Zenne uit België. En op slag van rust de mogelijkheid voor Den Bosch en voor Stefan Jansen om er 3-0 van te maken. Jansen en de redding van Ale Geert de Vries. Die al bewoog voordat Jansen de penalty nam. Maar het mag door van de scheidsrechter. Jansen blijft staan op 10 goals. Inmiddels in de tweede helft met Michels, die rechtsachter speelde in plaats van de geschorste Faber. En de fout van slager Jansen. Van der Laak voor het doel en via de binnenkant van de paal is het 3-0 voor Den Bosch. Na een klein uurtje spelen. Het overzicht bij Jansen en dan Van der Laak die van dichtbij in kan tikken. Van der Ouweland. Cambuur is op zoek naar versterking en heeft daarom Brutiel José op proef, de ex-Ajaxiet. Dit is Van der Laak op Jansen en daar wel de 11e van het seizoen. Uit de lucht en via de onderkant van de lat. Achter Ale Geert de Vries. En de spitsen van Den Bosch hebben een heerlijk avondje. Hebben alle vrijheid om aan te vallen. Michels op de ingevallen Powell. Die geeft daar heel handig Heldens een duwtje en rond dan af. 10 minuten voor tijd is het maar liefst. 5-0 voor Den Bosch. De Vries protesteert nog wel bij Goede Zenne. Omdat hij dit duwtje uitdeelt aan Heldens. Maar het is maar nihil. En Powell met zijn eerste goal in het betaalde voetbal. De trainer van Cambuur, de Boer, kan het allemaal niet geloven. Minuut voor tijd. Dominique van Dijk met de 5-1. Van Dijk, vorige week nog matchwinnaar voor Cambuur. Nu produceert hij de eretreffer. Maar Den Bosch wint ruim van Cambuur en verdient met 5-1 na een veel betere tweede helft.